Naar een ander land dat ze terug moeten naar het land van binnenkomst. Precies. Uh, maar goed, daar heeft de rechter ook weer laatst een stokje voor gestoken, omdat de opvangomstandigheden ja. weer niet oké okay waren in Italië, bijvoorbeeld. Dus konden mensen weer niet terug. Kortom, het is een heel weerbarstig dossier. Zegt u dan ook uh, uh, als boodschap aan de minister-president: Mark blijft bij je punt. En dit is mij, u dus, uh, ook desnoods een kabinetscrisis waard? Ik ben niet in de, in de positie om de minister-president op dit moment van advies te dienen. Maar ik ken u wel als iemand met een opvatting. Ik ben. Ja, nou ja, ik, ik denk dat het verstandig is om inderdaad heel helder te zijn nu wat we aan kunnen wat we niet aan kunnen. Met name gaat het om de beperking van de instroom. Want dat vertaalt zich ook weer in, in zorgvragen. Eh, van de zorgverlening, onderwijs eh, voor, die, voor de kinderen die komen enzovoort. En de problemen bij gemeentes. Dus de instroom is ongelooflijk belangrijk. Dus Rutte, blijf bij je punt. Nou, ik vind het wel inderdaad, uh, ja. Ik denk dat het, wat mij betreft zou ik zeggen... Mark, inderdaad, hou vol. Want er is maar één manier waarop je hier helderheid in kan krijgen. En ik snap wat de ChristenUnie zegt. Het gezin, ja. hè, dat vinden ze ongelooflijk belangrijk. Nou, dat snap ik van de kant van de ChristenUnie. Maar laat de ChristenUnie en ook iedereen die daar aan tafel zit... eens even kijken wat het voor impact heeft op ons... Eigen bevolking of onze samenleving. Ja. Kijk nou naar de gemeentes. Kijk nou wat het voor impact heeft. Ja. En is het, is het desnoods een kabinetscrisis, wat u betreft dan? Is het zo'n belangrijk punt dat nu eindelijk een keer goed moet worden afgesproken? Het moet een keer goed worden afgesproken. En dan maar een desnoods een kabinetscrisis. Dat zeg ik niet. Oh, wat zegt u wel? <laughs> ik zeg, het moet maar een keer goed worden afgesproken. Ja. Nou ja, het kan ook zijn dat een van de partijen eruit stapt, hè. bijvoorbeeld de ChristenUnie, en dat de andere drie doorgaan met elkaar. Ja, kan dat, ook kan ook. Dat, ook. Ja. dat kan ook ook. Is dat wenselijk? Ik weet het niet. Wat, wat volgens mij heel wenselijk is, is dat, dat de inwoners van Nederland vertrouwen weer krijgen in de politiek. Ik denk volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Nou, daar gaan we nu over praten, want u bent uh, 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 nou, inmiddels.